Zo kennen we het verhaal, met een echte balkonscène. Maak maar een bloos, Romeo en Tekkie. In een prachtige Bredase villa waar de regisseur al een poosje haar oog op had laten vallen. En toen hoorde ik dat de architect die dit huis heeft laten bouwen, dat hij dat heeft gedaan voor zijn vrouw. Dus ik dacht, ja, dat is natuurlijk al liefde dat je zo'n prachtig huis bouwt voor je vrouw. En we mogen overal spelen. Dus dat is voor mij als regisseur is dat te gek. Dat je gewoon overal in ruimtes mag komen en daar scènes mag maken. Over 2 weken zijn er meer plaatsen in de stad Romeo's en Julia's te zien. Allemaal vanwege de 20ste verjaardag van het Chassé Theater. Het was een 20 jaar Chassé, omdat we het graag willen vieren met de hele stad. En als je iets wil vieren met de hele stad, heb je een thema of iets nodig wat iedereen bezighoudt. En dat kom je weer bij de liefde. Ja, kijk, eigenlijk dan heeft Julia in het stuk eigenlijk de broek aan. Ik zit zeg maar onder de plak, om het zo maar te zeggen. Hij is Romeo. Maar hij heeft nu wel met heel veel Julia's te maken. Ja, nou, we maken dus een wijkvoorstelling hier in Prinsenhagen. En er hadden zich vooral heel veel vrouwen aangemeld. In veel scènes dus meer Julia's. En van verschillende leeftijden. In het oude verhaal sterven Romeo en Julia jong. Maar in deze voorstelling blijven ze leven. En worden ze samen ouder. Zelfs die Romeo en Julia die heel veel met elkaar hebben meegemaakt, kunnen elkaar dan bij de dood nog niet helemaal loslaten of zouden samen willen gaan. Dus dat wilde ik eigenlijk laten zien in deze scènes. En verliefdheid is denk ik wel het allerbelangrijkste in het leven. En iets wat je zeker na moet streven om je leven lang verliefd te zijn. Daar gaat het eigenlijk over.